De avonden schreef ik in de winter van 1946 op 1947. Het verscheen najaar 1947. En het was een bepaald literair succes. En dat boek, een nogal primitief geschreven boek, geschreven door een beginneling, dat heeft mij achtervolgd in die zin dat wat ik ook in de jaren daarna schreef of publiceerde, het werd altijd met de avonden vergeleken. En er werd altijd gezegd door ontevreden typetjes of geschreven, laat die weer eens een boek schrijven zoals de avonden. Waardoor ik een bepaalde weerzin ontwikkelde tegen dat prachtboek, de avonden. En ik dacht bij mezelf, ik wil dat boek niet meer zien, ik wil dat colere boek ook niet meer lezen. Ik heb het na 1947 helemaal niet ingezien. 43 jaar lang. In al die jaren zijn er ontelbare, nou ontelbare, maar een groot aantal mensen geweest, plannenmakers, filmkoningen, die dat boek wilden verfilmen. Maar wat ze precies zouden maken, ja, dat moest je toch maar afwachten. Ik vroeg me altijd af, kan dat boek wel verfilmd worden? Ik heb de film gezien, ik heb de film een flink aantal keren gezien. Ik vind het een buitengewoon ontroerende, aangrijpende film die echt helemaal recht doet aan mijn boek. Ondanks natuurlijk de noodzakelijke verschillen die zijn. Dus een film is een interpretatie, filmisch en niet literair. En als men zegt, ja, Revers werk is niet helemaal het zonnetje in huis. En er is ook iets sombers in die film. Maar ik denk dat iemand die die film ziet, ja, daar nog op een of andere wijze van opknapt. Het is een catharsis. Het is een soort spoeling, een soort... Ja, het is iets wat een buitengewoon dwingend geweld over je heen komt. En wat nu het curieuze is, het eigenaardige is, als ik die film bekijk en ik zie het interieur, ik zie de meubelen, ik zie de mensen, ik zie de straten, de gebouwen. Alles is volkomen anders dan in het boek. Maar het is het boek. De figuren spelen die rollen, die zijn het. Een vrouw speelt de rol van mijn moeder in het boek. Die vrouw lijkt fysiek helemaal niet op mijn moeder. Maar ik zat aan mijn stoel genageld toen ik naar haar keek. Ze is het. En dat is filmkunst.
Hoe lang nog? Hoe lang heb ik nog? Nog 11 minuten, precies. Uren, dagen, maanden, jaren. Uren, dagen, maanden, jaren, uren. Dit is de avond. Dit is de nacht. Heilige God, sta mij bij. Nog 7 minuten. Dan moet ik klaar zijn met denken. Nee, niet met denken. Ik moet het hem zeggen. Ik moet het zeggen. Ik moet het zeggen. Maar hoe? Hoe? Ik moet het zeggen. Ik moet. Het is nog niet te laat. Help, help, help. Help hen. Die bedrukt zijn. Die zich eenzaam waan in deze wereld. Moet het zeggen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Frits. Wim. 3, 2, 1, 0. Ik moet het zeggen. Ik moet. Vallen. Ja, mijn jongen. Geert, Frits praat tegen je. Ja, dat hoor ik wel. Zit er nog behoorlijk vast. Nee, mankeert niets aan. Als de Almachtige mij genadig is, handhaaft die mijn haar groeit tot in lengte van dagen. Ik zie geen enkele reden waarom deze dag zou moeten mislukken. Iemand nog thee? Heb je wel naar de kachel gekeken, meisje? Ja, hoor. Hij praat al. En is er wel genoeg kolen? Dan gaat hij straks weer uit. Ik ga wel even wat halen. Boter aan je vinger, hè? Zeg, jongen. Boter aan je vinger? Nee, dat staat je interesseren in de krant van gisteravond. Een groot stuk over moderne Franse poëzie.
Frits. Of je er wordt geroepen. Doe je? Hey Frits, waar ben je met de sleutels van Zolderen gebleven? Die heb ik helemaal niet gehad. Jawel, je hebt ze wel gehad. Je hebt gisteren kolen gehaald. Ik heb gisteren helemaal geen kolen gehaald. Jij hebt gisteren kolen gehaald. Het is nou aan de hand. Ik kolen gehaald. Hoe kom je daar nou bij? Dat ik schreef me in alweer op maandag. Je was niet gewoon op de vensterbank? Nee, daar heb ik al gekeken. Nou, misschien heb je niet goed gekeken. Zou jij niet eens aan je werk gaan, Frits? Voel je wat in weer? Het lijkt wel avond. Zegt het wel. Zal ik het licht aan doen? Ja, doe maar. Die deur staat weer open. Altijd die tocht. Had jij dat ook, Pim? Wat? Nou. Dat je je zo gelukkig voelde vroeger op school. Als de meester het licht aan moest doen. En dan het liefst vlak voordat de bel ging, vlak voor de vakantie. Groter geluk was er niet. Zo'n warme gloed van binnen. Dat je eigenlijk moest huilen, maar dat mocht natuurlijk niet. Had jij dat niet? Nee, dat had ik niet, nee. Ga jij nou maar weer aan je werk? Sommige mensen worden reeds bij het begin van hun leven zwaar gestraft. Zij worden als vrouw geboren. Frits van Echters, Wijsgeer, bladzijde 82. Hang je jas op een hangertje als hij nat is? Waar? Je jas op een hangertje. Regent het buiten? Ja, binnen niet. God mag weten dat die man weer zwerft. Weggaan. Niet gezegd waarheen. Hij komt vanzelf wel weer opdagen. Ga gewoon eten, hoor. Frits, waar zijn toch die zondersleutels gebleven? Nee, daar liggen ze niet, daar heb ik net al gekeken. Jij moet ze hebben. Ik heb ze niet. Straks gaat de kachel uit. Wat is het nou weer voor een nageschreeuw? Een vriendschappelijk debat. Na afloop kun je vragen stellen. Is er aan de hand? Niks. Het lijkt me of ik een huis vol kleine kinderen heb. Had hij dat gegrauwig en snauw in huis? Zo nergens voor nodig. De sleutels van Zolder zijn zoek. Sleutels van Zolder? Ah,
Liggen ze niet in de vensterbank? Nee. Nee. Tja. Hey Frits, wil jij niet even gaan? Nee. Misschien zitten ze nog in de deur. Het licht is bovenstuk en ik ben bang in het donker, dat weet je. Frits, doe nou. Maar als ik nou bang ben... Wat is er nou? Ach, hij is gewoon te beroerd om kolen te halen. Nee, ik wil met alle plezier kolen halen, maar ik... ben bang in het donker. Je weet nooit wat er achter een deur zit. Waar of niet, vader? Frits, de deur. Gek weer. Verschrikkelijk zo donker als het is. Toch is het niet meer zo koud als gisteren. Tenminste, niet meer zo waterkoud. Ligt stil. De keuken is toch lang niet meer zo koud als gisteren. Ja, is dat zo? Anders was de jus wel hard geworden. Oh ja, dat is waar ook. Anders was de jus wel hard geworden. Zo. Je moet toch wel eens aan je eigen verstand twijfelen? Zeker wel. Maar het is de laatste tijd geweldig in de mode. Ijdelheid. Najagen van wind. Nou, Joop. Wat dan? Is er in godsnaam met je haar gebeurd? Ik heb het nog nooit zo dun gezien. Het smeerde soms weer een of ander goedje in. Ik smeer er helemaal niets in. Ja, de kans is groot dat het nu ook in het midden gaat uitvallen. Dan lijk je net een oude kerel. Ja. Je kunt het natuurlijk aan de zijkanten flink laten groeien. En dan doe je... Ouwe hoer. Joop, maak je niet druk. Ja, mij wel die taxi laten betalen. Hij zit je alleen maar op stang te jagen. Ja. Ik wil je alleen maar helpen, Joop. Laat het nou aan de zijkanten flink groeien. Dan kan je door het midden heen... Het is natuurlijk geen gezicht, maar van de kaalte zie je echt niets meer. O, Joop. Ja? Moet dan niet hard waaien, natuurlijk. Dan ga je eerst mee naar binnen en als je straks weg wil, dan kan het zo. Ja, er is geen terug meer mogelijk. Thank you.
echters. Ja, ja, Frits, ja. Kijk hier nou, Frits moet nog even bij de boom staan. Salve alumni, dat ik tot u allen mag uitspreken, is mij in de dubbele zin van het woord een eer en een vreugde. Juist omdat wij naar het woord van de klassieken niet leren voor de school, maar leren voor het leven, blijft voor ons allemaal de afronding van de gymnasiale opleiding de onvergankelijke toetssteen van onze wilskracht. Niet de wiskunde, niet de klassieke talen, niet de geschiedenis vormen het hart van onze schooltijd. Maar het besef deel te hebben aan een lange traditie. Ja, daarin geworteld te zijn. En ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd om mijn pupillen op deze lang niet eenvoudige tocht te mogen begeleiden. En hun dwalingen eventueel te corrigeren. Desnoods met harde hand. Denkt meneer Van Echters wel? En weet meneer Van Echters niet dat deze lokalen voor hem verboden zijn? Meneer Van Echters is mislukt! Verder gaat het goed. En jij? Nou, ik... Vertel het maar met je eigen woorden. Voel je niet goed? Ach, ik... Hier. Meneer Wening. Is even denken. Frits van Echters. Mislukte broer van Joop. Oh, Frits. Ach ja, alles is betrekkelijk. Wat doet u in uw haar, als ik vraag? Mijn haar? Ja, het glimt zo. Water? Water? Ik kam het met water.
Het is levensgevaarlijk. Meneer Wening, er bestaan ook kale mensen die heel gelukkig zijn, hoor. Frits? Wat doe jij op het ogenblik? Op het ogenblik? Ben ik op kantoor, ja. Ik haal kaarten uit een bak en als ik ze eruit gehaald heb, dan zet ik ze er weer in. Ja, zo is het. Ik studeer. Oude talen. Maar ik moet er wel bij werken. Ik heb een betrekking bij De Kameel, de herenmodezaak in de Halemastraat. De Kameel? Ja, 3 keer raden naar het uithangbord. Misschien zie ik straks nog wel. Ja. Vader. Eerste kerstdag morgen. Future!
Daar niet. Ja. Jij mag sigaretten van mijn cheque draaien, maar jij stopt je pijp ervan. Nou en? Nou en? Twee of drie keer een pijp vol en het is op. Doe niet zo raar, Frits. Laat je vader nou toch een pijp stoppen? Ziekelijk. De ene mens deugt, de andere niet. Daar niet. Misselijk. Nou, vooruit maar. Maakt het nou uit. Maar toe dan. Vader? Wil je van mijn cheque een pijpje stoppen? Het is je echt van harte gegund. Doe nou. De ene mens deugt en de andere mens niet. De meeste keer maar beter niks te maken hebben. Ja, doe nou, vader. Waarom niet als het slecht gaat? Zeg slecht. Juist. Slecht dus. En met je ouders? Dat is een schandige vraag, Victor. Dat is hetzelfde als vragen wat voor weer het is als het heel hard onweert. Nee, even serieus. Hoe is het met ze? Ik wacht tot ze elkaar opknopen of doodslaan. Zo erg is het toch niet? Moet je horen. Mijn vader is zo doof als de pest. Schiet voor de grap maar zijn kanon bij zijn oren af. Dan vraagt hij of er gebeld wordt. Ik wil het je al vertellen. Ik heb nog altijd de hoop dat als ik een keer thuis kom... dat hij keurig in de deuropening hangt. Weet je wel? Tussen de kamers en suite. Waar je ook gymnastiekringen zou kunnen bevestigen. Frits, dat meen je toch niet? Ja hoor. Die haken draaien er zo in. Nee, van je vader bedoel ik. Ja, natuurlijk meen ik dat. Victor, hij slurpt bij het drinken. En hij prakt zijn eten en hij laat winden waar niemand om gevraagd heeft. Luister je? Ja. Elke avond is er pap na. Dan zet mijn moeder de suikerpot op tafel met een klein lepeltje erin. Let je op? Iedereen schept met dat lepeltje uit de suikerpot. Wat doet mijn vader? Geen idee. Hij schept er de suiker uit met zijn eigen vieze paplepel waar de pap al aan zit. Ik mag jouw vader erg graag. Victor, ik word gek. Ik wil patsboom tegen het plafond. Paplepel in de suikerpot. Dat soort dingen spot me niet, Victor. Maar wat wil je eigenlijk van ze? Niks. Nul. Niemand dal, geen allerlei. Ja, maar je blijft wel thuis wonen. Dat begrijp ik niet. Mag ik de volgende halte van u? Aju. Ajutai. Goedenavond. Goedenavond. Probeer het allemaal eens op te schrijven. Victor! Er moet toch iemand voor ze zorgen? Hé? Wat? Mijn ouders! Er moet toch iemand voor ze zorgen? Ah!
Hang je jas op een hangertje als je nat is? Kijk, toe is gezond. Smakelijk. Als je het zo van onder op een foto zag, zou je toch niet geloven dat het een stuk van een mens is? Gesloten op zonder feestdagen. Zalig kerstfeest. Je hebt vochtige handen, duivenis. Wat denk je nou precies als je mij tegenkomt? Denk je, daar heb je die gore kop weer? Ik loop die kant uit. Als je wilt praten, moet je mee oplopen. Leuk om mij tegen te komen, hè? Vind je het goed als ik een eindje mee oploop? Devenis, in mijn beleefdheid schuilt ook vrees. Ik moet altijd rekening houden met de kans dat je me in een stille steeg overhoop steekt. Thank you.
vind jij eigenlijk van mijn persoonlijkheid? Je nodigt nou niet bepaald uit tot geslachtelijk verkeer. Vind je me echt afstotelijk? Ik heb je laten opschrijven voor een nieuwe kop. Maar hoe zou ik mezelf dan aantrekkelijker kunnen maken voor... Nou ja. Ik zag je laatst in het zwembad. Mag ik vragen wat je daar deed? Zwemmen. Was jij daar ook dan? De Japanse krijgsgevangenen in Indonesië worden geleidelijk naar hun land teruggevoerd. Het zijn de mannen die de zwaarste misdaden op hun geweten hebben. Ongure types, oorlogsmisdadigers, die hun gerechte straf niet zullen ontgaan. Misschien zou je een bril moeten proberen. Hé, een bril. Daar krijg je een mooie harde kop van. Hier zien we een transport uit het verzamelkamp Balikpapan op Borneo op weg naar de haven. Ja, natuurlijk. Ja, ik blaas het boel wel eens, maar dat van die bril, dat meen ik. De bezetting en plundering van grote delen van Zuidoost-Azië. Die zou ik dan uit het zwembad moeten halen. Net als je kostuum. Ja. Dat heb je ook gewoon gejat? Ja. Met een door de Amerikanen ter beschikking gesteld Liberty-schip gaan er maar liefst 3500 tegelijk mee. Eigenlijk zou je ervoor gestraft moeten worden. Eigenlijk wel, hè. Zo zal de gordel van Smaragd binnenkort weer van vreemde smetten gezuigd. Ik spaar mijn oog. Moet nog fris zijn als de hoofdfilm komt. Maar niet allemaal gaan ze terug. Er blijven er ook nog enkele honderden. Achter prikkeldraad en goed bewaakt. Aparte film. Beroerd eigenlijk als je maar één oog hebt, hè? Ja. Nou, stort je hart maar eens uit. Vertel het de dokter maar eens. Ik ben bereid je ziel als een rot ei tegen het licht te houden. Ik weet nooit wanneer je mij belazert. Als je één oog hebt, dan ben je natuurlijk een sadist, hè? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je dat? We bevinden ons in de studeerkamer van de heer Maurits Duivenis, de beroemde oude hoer. En we stellen hem de vraag, wie zou u... op kerstavond als slachtoffer uitkiezen. Leeftijd, geslacht en aard van de mishandeling graag. Ik zou graag kleine jongetjes wurgen in het bos. Heel eenvoudig. Ja, ja. Flauw hoor. Weinig ongelukkig. En bovendien pervers, Duivenis. Je ziel is in nood. Ja, maar gek ben je niet. Hé, hey, Duivenis! Hé! Hey! Zak. De nieuwe vijfjarenplan, dat is helemaal zo gek nog niet. Hé, hey, er zit een apart lepeltje in de suikerpot. Zit er niet voor niets, hoor. Laat hem dan maar, Frits. Er zit een apart lepeltje in de suikerpot en er zit er niet voor niets. Begrijp je dat dan niet? Nee, natuurlijk begrijp je dat niet, hè? Hoi, boy. De Heer is rechtvaardig. Waar zijn de lucifers? Wacht even. Nou, zo schiet u lekker op. Denk je dan dat ik kaboutertjes zou doen? Kom, zeg, is dat wel een muntje?
dan misschien even licht maken? Moeder. Heb je nou nooit eens overwogen om die man eens flink te wurgen? Frits. Zeg dan maar ja. Jij bent ook maar een mens. Je bedoelt het goed. Ik weet wel waar de meter is. Maar ik moet het muntje in. Boven naar rechts moet een lipje optillen en na het inwerpen aan de rechterknop draaien, ja? Dat is nou intellectueel. Ik. Wie? Dat zeg ik toch, ik. Ja, wie? Frits. Welke Frits? Frits van Echters, vriend van Victor Poort, van Jaap Elderen en Joosje van wie niet. Oude kennis. Hoe zeg dat dan? Ja, ben ik welkom? Kom maar boven. Ja? Je bent bepaald aan de achterdochtige kant, Beb. Ja, ik kom zo. Kom uit verveling, hè? Oh. Wie woont er verder nog in het pand? Niemand. Hiernaast is een pakhuis en beneden zijn kantoren. Die zijn er alleen overdag. Hm? Helemaal alleen? Ja. Boven niemand, beneden niemand. Meer zijn er geen stervelingen, het is avond. Stel de lichtpenning op eens. Alles donker. Hé, hey. Frits, doe het licht aan. Het is nacht. Men ontwaakt en spitst de oren. Sst. Er loopt iemand de huiskamer binnen. Kraak. Hij gaat in de rieten stoel zitten. Ja, je hoort het nu duidelijk, het kraken. Kraak, kraak, kraak. Help, help. Je loopt langzaam in zware angst door de gang. De kamer af. Kraak, kraak. Help, help. Wil je koffie? Ja. Zitten er geen spijsresten op de rand? Het moet hoffelijk blijven. De dik is voor jou. Hoe is het eigenlijk met je been? Jeukt het nog steeds zo? Het jeuk is al minder geworden, maar ik voel het nog wel. Hoi? Laat eens kijken. Jezus, Pep. Het woekerdag is staag voort, zie ik. Nee, het ziet er niet best uit. Het ettert zeker flink van tijd tot tijd. Op, het heeft nooit geëtterd. Ja, maar dat zegt niets, Pep. Nee, de verzwering is waarschijnlijk al naar binnen geslagen. De pijn komt pas dan als het beenvlies is aangetast. Ja, maar tot zo lang heb je in ieder geval de tijd. Ach, jij altijd met je verhalen. Je schijnt daar niet buiten te kunnen, hè? Ken je dat verhaal van het kind dat met een granaat aan het spelen was? Frits, hou nou op. Wil je nog koffie? Nou, vooruit dan. Nog eentje. Dan moet ik echt naar... naar de volgende patiënt. Frits, hou op. Hé. Hey. Ben je gek geworden? Hé. Hey. Oh.
Vind je hem leuk? Ik moet er weer eens vandoor. Ja. Je mag hem wel lenen. Ons ook gezonder worden. We verlaten elkaar nooit. Hè? De nood stijgt. Nog is de maat niet vol. Zeker gevonden. Vandaag heeft die man voor 1,60 gulden aan postzegels weggegooid. Oh ja? Hoe dan? God mag het weten. Het is net of die man geen verstand meer heeft. Vijf van 10 heb ik nog in de vuilnisbak terug kunnen vinden. Thank you.
Wil je die deur even dicht doen? Altijd die tocht. Tocht is wind in huis. Wat zeg je? Tocht is wind in huis. Pim, de definitie is niet omkeerbaar, hoor. Ik bedoel, wind in huis is nog geen tocht. Maar even passeren. Dat is voor het zoontje van mijn vriend Jaap. Ik wist niet dat jij zo praktisch was. Je is vandaag 1 jaar geworden. Wat kan je beter geven? En dit is voor jou. Och, wat aardig. Ja. Ik ben dol op chocola. Het is heel duur, hoor. Ze hadden ook goedkoper, maar ik dacht, kom, het is voor Pim. Het beste is nog maar net goed genoeg. Mag ik zeggen? Ja, sta ik al met mijn nagelborsteltje. Ah, kletst toch niet. Kletsen, mag ik dan nooit wat zeggen? Maar je hoeft me nog niet te bedreigen. Bedreigen? Bedreig ik je? Ja, en dan... Ik heb ze te lezen. Dag, jongen. Vader, jouw allereerste bioscoopbezoekje. Zeg je, jongen. De eerste film.